In een leegstaand winkelpand op de markt zit nu in verkiezingstijd het Liberaal Huis. Middelburgse VVD'ers wachten er op hun leider. Zoals je ziet is het gezellig druk. Hij komt er net aanlopen. Komt hij er net aanlopen? Nou. Kijk. Hoi Chris, hoe is het? Hoi. Welkom. Rutte kent Middelburg en komt er zelfs wel eens. Nou, ik heb hier familie wonen, dus daar, wanneer ik daar de laatste keer was, ja, niet lang geleden in ieder geval, maar ik zou het niet precies meer herinneren. Heeft u ook al een pet? Maar vandaag was het praten, op de foto en stemadvies geven. Ik zou tegen iedereen willen zeggen, ga stemmen op 19 maart. Als iemand nog twijfelt op welke partij, zou mijn advies zijn, stem VVD. Maar het zou nog helemaal mooi zijn als mensen ook zeggen, ja, weet je, ik word misschien wel lid van een partij. Wat een leuk joh. Ja. Vandaag. Hoe vond u meneer Rutte in het echt? Ik vond het leuk. Ja, hoor. Het is, heeft u het over gehad? Ja, ik zei, ik ben geen VVD'er. Ik ben een SGP'er. Maar die zeiden, werken we wel veel samen. Natuurlijk ging Rutte als echte liberaal ook nog langs bij een ondernemer. Na Middelburg stond Roosendaal op de agenda.